Hallo beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Dirk Rochtes, professor aan de KU Leuven Campus Antwerpen. Hij is onze Duitsland specialist en we gaan eens kijken hoe de situatie daar is, hoe alles daar verloopt na de verkiezingen. Goedemorgen meneer Rochtes. Goedemorgen. Duitsland heeft verkiezingen gehad een tijdje terug. Verrassende verkiezingen voor u? Toch wel. Omdat, anders dan men verwacht had, de SPD, de Sociaaldemocraten, enorm vooruit gegaan zijn. In de opiniepeilingen stonden ze op 15%. En nu bij de verkiezingen hebben ze 25% in de wacht gesleept. Wat maakt dat ze nu de kans hebben om inderdaad de kanselier te leveren. En dat zal ook zo zijn. Een andere grote verrassing is dat de CDU, CSU, dus de Christen-Democraten, fel achteruit gegaan zijn. Dus eigenlijk de verliezers zijn van de verkiezingen. En dan een derde verrassing is dat zowel de liberalen van de FDP als de groenen allebei in eender welke constellatie geroepen zijn om mee te regeren. En dat zal ook gebeuren. Groenen en liberalen werken nu samen met de SPD aan een regeerprogramma. Enkele weken geleden hebben ze een verkennende nota afgeleverd. Dus zowel SPD, Groenen en Liberalen. En nu zijn ze bezig op basis van die verkennende nota te onderhandelen in verschillende werkgroepen en te werken aan het opstellen van een regeerprogramma. Binnen die verkiezingen is het dan inderdaad een klap geweest voor de Union, de Christen-Democraten. Vertrek van Merkel te zwaar om te verteren voor hen? Wel, indien Merkel zich kandidaat had gesteld voor een vijfde termijn dan was de kans groot geweest dat de Union, zoals men de Christen-Democraten noemt, dat die Union inderdaad toch beter zou gepresteerd hebben. Omdat Merkel zelf eigenlijk meer populair was dan de Christen-Democraten als partij. Maar goed, ze hebben iemand anders naar voren geschoven en die wist niet zo erg te bekoren, die Armin Laschet. Maar ja, de debacle van de Christen-Democraten heeft natuurlijk niet alleen te maken met de kanselierkandidaat, of de kandidaat-kanselier, die misschien minder goed scoorde of minder charismatisch is, maar ook met het feit dat de Christen-Democratie geen antwoord meer had op de grote uitdagingen waarvoor Duitsland nu zich geplaatst ziet. Terwijl ja, de grote thema's van de verkiezingen waren toch klimaat en vrijheidsrechten en ook het sociale. Daar had dus de Christen-Democratie geen antwoord op. En dan komt er dan nog eens een kandidaatskanselier bovenop die ook niet wist daar een deugdelijk antwoord op te formuleren. Dat maakt dat die andere partijen die daar wel mee bezig zijn of daar toch wel een positie over hadden ingenomen, namelijk SPD, Liberalen en Groenen, dat die inderdaad goed gescoord hebben en nu aan zet zijn. Het is wel opvallend ook dat het toch zo is dat de twee grote volkspartijen in Duitsland een heel pak minder scoren dan het ooit geweest is. Ja, er zijn tijden geweest waarin de twee grote volkspartijen, dus enerzijds de SPD en anderzijds het kartel van CDU-CSU, dus de Union, wel, er zijn tijden geweest dat die samen bijna 80% van de stemmen hadden. En dat is in de loop der jaren beginnen afkalven. Dat proces is al een hele tijd aan de gang. Sinds dat de Groenen in 1982 ook in de Bondsdag, dus het federale parlement, binnengeraakt zijn. En daarna, 10 jaar later, kwam daar bovenop de Partij des Democratischen Sozialismus. Dat is eigenlijk de voorloper van die linken. En dan in 2017 had je dan nog de Alternatieve für Deutschland, AfD. Dat maakt dat die drie nieuwkomers, die hebben zitten knabbelen aan dat stemreservoir van de grote volkspartijen, waardoor die twee volkspartijen dus achteruit zijn gebold. Maar het heeft er ook mee te maken dat er nieuwe thema's naar voren komen, waar die twee grote volkspartijen onvoldoende antwoord wisten op te bieden. Dus ja, er leeft heel wat meer bij de bevolking, nieuwe thema's. En daar zijn die nieuwkomers op gesprongen. En die hebben daardoor eigenlijk dus de grote volkspartijen wel heel wat stemmen afgesnoept.
Nu zitten de grote volkspartijen, als we ze nog zo kunnen noemen tenminste, samen op bijna 50%, waar ze vroeger 80 hadden. Opvallend is ook de Groene, vind ik eigenlijk. Als je daar naar kijkt, die zijn met heel veel vertrouwen de verkiezingen ingegaan. Hebben zelfs een kanselierskandidaat naar voren geschoven. En ja, ze gaan nu wel vooruit, maar iedereen bestempelt het toch blijkbaar eerder als een verlies. Dat klopt, omdat ze in de opiniepeilingen de laatste maanden, en er zijn in Duitsland elke week opiniepeilingen, dat ze in die opiniepeilingen telkens rond de 23-24% zaten. En bij de verkiezingen bleken ze dan toch nog maar 14% te hebben. Op zichzelf is dat natuurlijk nog altijd hun beste resultaat ooit. Maar ja, vergeleken met de opiniepeiling is dat toch wel een opdoffer. Hè? Dat betekent dat ze toch 10% minder haalden dan wat ze eigenlijk volgens de opiniepeilingen mochten verwachten. Dus ja, dat is inderdaad een zware klap voor de Groenen. Het is eigenlijk een Pyrrhus-overwinning, zouden we kunnen zeggen. En hoe komt dat? Ja, onder andere heeft dat te maken met hun kandidaatkanselier, Annalena Baerbock, die toch enkele grote flaters heeft geslagen. En ten tweede, ja, ook dat de mensen op den duur begonnen zich af te vragen van ja, die Groenen, wij willen wel iets voor het klimaat doen, maar die Groenen zijn toch wel erg radicaal. Hè? Die willen alles verbieden, die willen allerlei regeltjes opleggen. En dat heeft toch ook heel wat mensen afgeschrikt. Niettemin, met 14% zijn ze natuurlijk wel de tweede sterkste partij. Nu zijn die gesprekken bezig. Ja, hoe verloopt dat eigenlijk in Duitsland? Is daar zoiets als een initiatiefrecht? Wie bepaalt wie mag beginnen praten? Ja, dus de SPD had 25,9% en de Union van Christen-Democraten had 24,1%. Dus de Union was de tweede partij. Ik zei er juist dat de Groenen de tweede partij zijn, maar ik bedoel wel binnen de regering die in de maak is, hè, natuurlijk. Dus bij de verkiezingen waren de Christen-Democraten de tweede partij. En in feite, ja, mag de tweede ook eigenlijk proberen een regering te vormen. Tenminste, als er niet te veel achterstand is ten opzichte van de eerste. En het was 1,5% achterstand. Dus in principe zouden de Christen-Democraten dat ook hebben mogen doen. En proberen een regering om de been te brengen. Voor zover ze erin slagen om nog andere coalitiepartners mee aan boord te halen. En dat is ook gebeurd. De Christen-Democraten hebben ook initiatief genomen. Die hebben ook gesprekken gevoerd met zowel de Liberalen als met de Groenen. Het was duidelijk dat die twee kleinere partijen sowieso in eender welke constellatie zouden zitten. Maar de Christen-Democraten hebben fouten gemaakt. Er is daar gelekt uit die onderhandelingen. Er zijn allerlei dingen naar buiten gebracht die eigenlijk vertrouwelijk waren. En ja, bovendien was er dan interne verdeeldheid bij de Christen-Democraten over de slechte uitslag. Dan is er intern ja, toch wel gekibbeld en dat is ook naar buiten gekomen. Met andere woorden, de Christen-Democraten hebben geen goede figuur geslagen tijdens die eerste twee weken na de verkiezingen, waarbij ze het dus ook geprobeerd hebben om de regering op de been te brengen, of gesprekken te voeren tenminste, in die richting. Dus dan hebben de Liberalen en de Groenen gezegd van ja, dit gaat niet verder. En dan kijken we naar de Sociaaldemocraten, die sowieso als eerste partij ook uiteraard aan zet zijn. En heeft men nummer 2, de Christen-Democraten, laten vallen. En die hebben zichzelf ook eigenlijk teruggetrokken, omdat ze beseften dat het eigenlijk toch niet zo goed ging. En dus ja, nu is het de SPD samen met Groen en Liberalen. Dus ja, volgens ons systeem, wij zouden verwachten, ja, alleen de SPD heeft initiatiefrecht, maar in Duitsland mag ook nummer 2 dat doen. Op voorwaarde dat die natuurlijk andere partners aan boord halen. En dat is ook iets nieuws nu in Duitsland, dat we eigenlijk 3 partijen in de regering zullen hebben. Dus SPD, Groene en Liberaal. Het is eigenlijk de eerste keer dat dat gebeurt. Want tot nu toe werd een regering in Duitsland, in de Bondsrepubliek, altijd gevormd door 2 regeringen. Ofwel SPD met Groenen in het verleden, of CDU-CSU met Liberalen of SPD, of CDU-CSU met SPD. Dus telkens 2 partijen. Ik moet er wel eventjes bij zeggen, CDU, CSU, dat op zichzelf zijn dat ook 2 partijen, maar goed, ze vormen 1 politieke familie en we noemen ze daarom de Union. Dat geldt eigenlijk als 1 partij. Hè. Dus ja, dat is ook een verrassend element bij deze verkiezingen, dat er 3 partijen nodig zijn om een regering op de been te kunnen brengen.
Komt dat er ook een versnippering? Iets wat we in ganz Europa zien, nu ook in Duitsland? Dat heeft inderdaad met die versnippering te maken, dat eigenlijk alle partijen middelgroot worden. Vroeger had je dus de grote volkspartijen, SPD en Union. Die zijn op zichzelf natuurlijk nog altijd groot, met rond de 25%. Ik denk dat vele christendemocraten of socialisten bij ons blij zouden zijn als ze zo'n resultaat hadden. Maar goed, naar Duitse maatstaven is dat dus niet zo goed. Is dat eigenlijk een middelgrote partij. En de andere die zijn eigenlijk ook op weg om een middelgrote partij te worden. Hè. Dus de grote volkspartijen die gaan naar beneden qua aantal kiezers. En de kleinere partijen die gaan naar boven. Dus naderen elkaar stilletjes aan. Enfin, er zal nog wel wat tijd nodig zijn voordat dat echt gebeurt. Maar de afstand wordt toch altijd wel wat kleiner. Hè. SPD 25%, de Liberalen hadden 11%, Groenen 14%. Dus we krijgen een tendens naar middelgrote partijen. Hè. Dus die versnippering is volop aan de gang. Misschien gaat het zich daar rond die cijfers stabiliseren. Hebben die partijen allemaal hun plafond bereikt? Dat is ook best mogelijk. Maar ja, de tijd is voorbij dat enkele grote spelers uit het veld domineerden. Hè. Nu zijn er zes spelers. Waarbij wel moet gezegd worden dat van die zes spelers één sowieso niet in aanmerking komt om in de regering te stappen. Die zou dat natuurlijk wel willen, maar de anderen sluiten die uit. En u weet waarover ik het heb, dat is namelijk de AfD of de Alternatieven voor Deutschland. Maar er blijven dus vijf spelers over die onder elkaar het veld verdelen om regeringsverantwoordelijkheid op zich te nemen. Die versnippering, waar komt die vandaan? Zijn de Duitse kiezers zo wispelturig geworden of is het aanbod veranderd? Wat ligt daar aan de grondoorzaak? Ja, het aanbod is veranderd in die zin. Hè, er zijn nieuwe thema's op de markt gekomen en ja, daar springen dan die partijen op die beseffen van de grote... hebben daar geen afdoende antwoord op. Eigenlijk was het vroeger heel eenvoudig. Hè? Je had West-Duitsland en dan de DDR. En West-Duitsland was eigenlijk heel stabiel qua partijenlandschap. In die zin, je had altijd de drie partijen die domineerden. Hè? De Union, de SPD en de Liberalen. En het was dan telkens ofwel SPD met Liberalen of Union met Liberalen. En een zeldzame keer de grote volkspartijen samen. Dat was de situatie vroeger in West-Duitsland. Maar dan op een bepaald moment, ja, de jaren 80, ja, de tijden veranderen. De vredesbeweging kwam toen op. Je had dan ook de gevoeligheid voor het groene thema. Dus dan had je al een nieuwe speler, nummer 4. En dan, Oost-Duitsland heeft ook heel wat veranderd. Hè? In die zin dat, doordat de DDR opgehouden heeft te bestaan en dat gebied zich aangesloten heeft bij West-Duitsland, dat je daar ook andere gevoeligheden had. Hè? Namelijk, ja, je had daar een gevoeligheid in die zin dat de dominerende partij van de DDR, dat die eigenlijk verveld is tot een partij van het democratische socialisme, zoals ze zichzelf noemden. Linksradicaal, dus de huidige die linke. Maar ja, die appelleerde wel aan het gevoel van veel Oost-Duitsers dat tweederangsburgers waren, dat ze achteruitgesteld waren. En die heeft ook in het begin 20% behaald. Ik bedoel, in Oost-Duitsland. Hè, op de hele schaal van de Bondsrepubliek was dat dan iets van 5-6%. En later 8%. Maar ja, daar heb je dan weer al een nieuwe speler. Hè, omdat er inderdaad met toetreding van de DDR tot het grondgebied van de Bondsrepubliek weer nieuwe gevolgheden ontstaan. Hè. En dat is zo gebleven. Weliswaar is die linke, dus de opvolger van de PDS, de Partij des Democratischen Socialismus, is die linke beginnen afkalven. Maar eigenlijk zijn die stemmen niet gegaan naar de grote volkspartijen, maar wel naar weer een nieuwe speler op het toneel. En dat is Alternatieven voor Deutschland. Die is in 2013 opgekomen, heeft toen de kiesdrempel van 5% niet gehaald, maar wel in 2017. En die blijft toch met 10% een hele hap uit dat kiezersreservoir halen. Hè. Dat zijn 10% die niet naar de andere partijen gaan, die dus eigenlijk verder bijdragen tot die fragmentering. En de AfD, ze doet het niet zo goed in West-Duitsland, maar in Oost-Duitsland blijft ze toch nog altijd heel sterk, is eigenlijk de tweede sterkste partij in Oost-Duitsland weliswaar.
Ja, want je zei de AfD wordt uitgesloten, maar is dat ook zo in de lokale regeringen of wordt ze daar wel getolereerd? Op alle vlakken wordt ze uitgesloten. We zouden eigenlijk kunnen spreken van een Duits cordon sanitair. Dus ja, dat is taboe. Er wordt absoluut niet samengewerkt met de AfD op geen enkel vlak. Ik heb wel eens ergens gelezen dat hier en daar op gemeentelijk vlak dat er bijvoorbeeld gedoogsteun was vanwege de AfD, maar dat wordt een beetje onder de mat geveegd. Dat mag niet aan de grote klok hangen worden. De officiële politiek is geen samenwerking met de AfD op geen enkele manier. En dat bleek nu ook bij de verkiezingen, ze zeggen in de Bondsdag, er is een nieuwe Bondsdag samengesteld van de week, dus het nieuwe parlement is geïnstalleerd. En dan kiest men natuurlijk ook een voorzitter van die Bondsdag en vicevoorzitters. En elke partij schuift dan ook een vicevoorzitter naar voren als kandidaat. En de kandidaat van de AfD om vicevoorzitter te worden. Ja, die heeft geen stemmen gekregen van de geëtableerde partijen. Die heeft het dus niet gehaald. Dus op geen enkel vlak kan de AfD zich doorzetten. Maar aan de linkerkant, die linke, die wordt niet uitgesloten, want die zit toch wel hier en daar in regeringen. Die linke zit inderdaad in enkele regeringen in Oost-Duitsland en ook in Bremen. Ja, zij is natuurlijk linksradicaal. Het is wel zo dat de CDU, CSU, weigert met de linken te regeren. Voor de Union is er geen sprake van om met AfD of met die linken samen te werken. Maar aan de linkerzijde, dus bij de SPD en de Groenen, is die huiver voor die linken niet zo groot als bij de Union. En daar gebeurt het dus wel dat de SPD en Groenen hier en daar met die linken in zee gaan. En onlangs is dat nog gebeurd in Mecklenburg-Vorpommern, dat is een Oost-Duitse deelstaat, helemaal in het noorden van Duitsland. Daar regeert de SPD met de Union, of regeerde moet ik zeggen, want de SPD heeft die Union daar ingeruild voor die linken. En ook in het deelstaat Berlijn, dat is een stadstaat, daar had je vroeger ook rood-rood-groen, dus SPD, die linken, groene. De linken zijn er dan eventjes uit geweest, maar een tweetal weken geleden heeft rood-groen, dus SPD-groene, hebben ze weer die linken in het bestuur van de deelstaat Berlijn opgenomen. Dus daar is geen huiver. En dat is eigenlijk voor de regering in de maak toch wel een slecht teken. In die zin dat de SPD, als ze al op deelstaatvlak bereid is om met die linken in zee te gaan, dat daar toch in die SPD een erg linkse tendens zit, die ja, een schaduw kan hebben op de regering die in de maak is. Dat even terug naar de regeringsvorming die nu bezig is. De verkeerslichtcoalitie, zoals die genoemd wordt, omwille van de kleuren die men in Duitsland aan de partij toekent. Gaat dat dan inderdaad niet een heel linkse regering worden en gaan de liberalen zich daar eigenlijk wel goed bij voelen? De liberalen zullen het zeker niet onder de markt hebben. Ze hebben weliswaar in die verkennende nota hun slag thuis gehaald. Ze hebben verschillende zaken kunnen doorzetten, of beter gezegd verhinderen. Het is eigenlijk niet zozeer dat ze iets concreets hebben in de wacht gesleept, maar wel dat ze hebben kunnen verhinderen dat bepaalde dingen worden doorgevoerd die ze niet moeten hebben. Dus de liberalen hebben zich altijd uitgesproken tegen belastingverhogingen. Oké, die komen er niet. Ze hebben zich altijd uitgesproken voor het behoud van de schuldenrem. Schuldenrem of schuldenbremse betekent dat een regering slechts 0,35% van het BNP aan kredieten mag ophalen. Dus de FDP heeft dat kunnen bedingen, dat aan die zaken niet geraakt wordt. Dus geen belastingverhogingen, geen aantasting van de schuldenrem. Oké, goed, de Groenen en de SPD hebben dat aanvaard. Maar ja, ze hebben natuurlijk veel geld nodig om al hun ambitieuze doelstellingen te bereiken. Dus ze moeten het ergens anders gaan halen. De vraag is waar. Men spreekt dan van ja, overbodige en niet-efficiënte subsidies onder de loep nemen en die afschaffen, zodat men meer geld in de staatskas krijgt. Maar de grote vraag is natuurlijk,
gaan de Groenen en de SPD toch niet proberen om ja, die beperkingen die de liberalen opgesteld hebben, die stopsignalen als het ware, dus geen belastingverhogingen, geen aantastingen schulden, gaan Groenen en SPD niet proberen om dat te omzeilen. En hier speelt de functie van minister van Financiën wel een heel grote rol. De liberalen, meer bepaald Christian Lindner, de voorzitter van de FDP, die heeft altijd gezegd, ik wil minister van Financiën worden. Dat zijn de tweede belangrijkste functie naast de kanselier. Want het is de minister van Financiën die de uitgaven van zijn collega-vakministers moet goedkeuren. Hè? Dus wie die functie heeft, die heeft de touwtjes in handen van de financiën, van het geld. Maar de Groenen willen ook die post van minister van Financiën. Hè? Meer bepaald in de figuur van Robert Habeck. En dat is de co-voorzitter van die Groenen. Dus ja, dat is nu een beetje een strijd op het ogenblik die aan het woeden is tussen liberalen en Groenen over die functie van minister van Financiën. Wie dat die post heeft, bepaalt het geld. En dus als die post toch zou gaan naar die Groenen, ja, dan kunnen zij wel degelijk die beperkingen van de FDP naast zich neerleggen en toch geld halen waar ze het willen halen. Hè. Dus dat is eigenlijk een heel delicate situatie. Als de liberalen daarnaast grijpen, ja, dan zitten ze eigenlijk in een hoek gemanoeuvreerd. Ja, dat is heel bedenkelijk. De gesprekken die nu bezig zijn, naar Belgische normen zijn ze nog niet lang bezig in Duitsland. Is dat naar Duitse normen iets wat we mogen verwachten dat nu ook langer gaat aanslepen? Vroeger was het zo dat een regering binnen de maand werd gevormd. Maar ja, naar gelangere meer spelers op het veld kwamen, werd het moeilijker om een coalitie te vormen. Bij de laatste verkiezingen, 2017, heeft tot februari geduurd. Verkiezingen zijn altijd in september. Hè. Dus dan heeft het bijna vijf maanden geduurd, hè, vooraleer er een regering was gevormd. In 2017, 2018 dus. Maar deze keer verwacht men wel dat het sneller zal gaan. Men verwacht dat tegen begin december de regering ingezworen kan worden. Dat is dan ongeveer 2 volle maanden. Dat is vergeleken met vroeger natuurlijk heel wat langer dan verwacht. Maar nog altijd veel minder dan 2017. En toen was het echt wel dramatisch. En toen was het echt heel moeilijk. Dat had men nog nooit gezien in Duitsland, dat een federale regering 5 maanden nodig had om gevormd te worden. En men heeft daaruit ook wel wat lessen getrokken. Hè, van we moeten dat meer zakelijk aanpakken. En dus deze keer zal het wel wat sneller gaan. Waarschijnlijk toch. Hè. Dus zij natuurlijk, als men struikelt over die post van minister van Financiën. Hè, dat is natuurlijk een struikelblok. Hè. Maar als dat lukt tegen begin december, ja, dan is het naar Duitse maatstaven nog behoorlijk. Ja, ja. In wat gaan we het verschil voornamelijk zien met deze regering en de regeringen van Angela Merkel? Gaat het echt een stijlbreuk worden? Ook qua inhoud bedoel ik dan voornamelijk? Ja, er staat heel wat op de agenda. Hè. Ze hebben heel wat grote ambities, hè. Vooral dan op het vlak van klimaat. Hè. Daar wil ze eigenlijk het verschil maken. Hè. Dus men denkt dan de verbrandingsmotor afschaffen of laten uitstappen uit de steenkoolenergie. Dus het opwekken van stroom via steenkool en bruinkool, ja, daar wil men uitstappen tegen 2030. En men is al uit de atoomenergie gestapt, dus ja, wat blijft er dan over? Dan moet men volledig inzetten op vernieuwbare energie. En dat vergt natuurlijk een hele omschakeling. Dus men denkt dan meer e-mobiliteit en meer windmolens. Men wil eigenlijk 2% van het grondgebied volplanten met windmolens. Men wil op alle daken zonnepanelen leggen. Men wil 400.000 nieuwe woningen per jaar bouwen. Dat is dus al een heel groot verschil, hè, die klimaatambities. Dan de tweede, ook op het vlak van migratie, gaat men toch minder streng zijn dan de vorige regering. We weten dat Merkel in 2015 natuurlijk heel soepel is geweest, maar daarna is er wel een verstrenging opgetreden. Maar nu wil men eigenlijk toch ook weer een mouw aanpassen in die zin van
minder asielzoekers land uitzetten. En als ze hier al een tijdje verblijven en ze kunnen in hun levensonderhoud voorzien, kunnen zij gemakkelijker ingeburgerd worden. Hè? Of kunnen zij het staatsburgerschap krijgen. Ook dat is een stijlbreuk. Hè? En ja, de kritiek van de oppositie is van ja, we gaan hier weer een aanzuigeffect krijgen. Hè? Dus vooral op het vlak van klimaat en migratie gaat het verschil heel goed zichtbaar zijn. Wat voor een figuur is de huidige kandidaat-kanselier? Gaat die enorm veel verschil maken, bijvoorbeeld in wat wij dan gaan voelen, de Duitse politiek in Europa? Want uiteindelijk neemt die daar wel de leiding in. Wel, Olaf Scholz was in de vorige regering minister van Financiën. Hij komt heel nuchter en zakelijk over. Hij geldt een beetje als de man van de rechterzijde van de SPD. Hè. Dus nuchter en zakelijk. Maar ja, de vraag is natuurlijk of hij kan standhouden binnen zijn eigen partij. Want binnen de SPD heb je wel heel linkse krachten die toch verder willen gaan. En dat hebben we ook gezien hè, met die coalitiewissels in die verschillende deelstaten waar men de linken aan boord heeft gehaald. Dat zet druk op de SPD in de richting van meer links te gaan. Maar Scholz, ja, oké. Gaat hij standhouden, is een vraag. Hè. Wat Europa betreft, ja, dat is ook een grote hamvraag. Dus ja, de FDP verzet zich tegen wat ze noemt een Schuldenunion. Hè. Dus dat men meer transfers doet naar het zuiden, of dat er een vergemeenschappeling van de schulden komt in de Europese Unie. Daar is de FDP radicaal tegen. Maar ja, de SPD, ook met Scholz als kanselier, en de Groenen, die zien dat wel anders. Hè. Die willen meer solidariteit, zoals ze dat noemen, binnen de Europese Unie. En dus meer schulden maken op gemeenschappelijk Europese vlak. Hè. Dus dat kan wel een groot verschil maken. Het verandert dus duidelijk na 16 jaar, Angela Merkel. In uw recent verschenen boek, Scherpe Rechters van de Geest, hebt u daar ook een heel essay aan gewijd. Het zal Duitsland anders zijn dan vroeger? Zal Angela Merkel iemand zijn die we zullen herinneren, die voor een zekere ja, rustige vastheid heeft gezorgd in Duitsland? Wat gaan we vooral onthouden, of wat zal de geschiedenis vooral onthouden van Angela Merkel? Ja, Merkel heeft vooral als een soort mater familias het land beheerd, maar ze heeft toch ook enkele dingen gedaan die minder goed zijn voor Duitsland. Zo is ze bijvoorbeeld als over kop uit de atoomenergie gestapt. Hè. Eerst was ze ervoor en dan naar Fukushima. Plotseling zegt ze, ja, kom, we stappen eruit. Hè. Dus een beetje een windhaan. Ze heeft natuurlijk ook de migratie ongebreideld toegelaten in 2015, 2016. Achteraf is ze er wel van teruggekomen, maar ja, het was gebeurd. Hè? En het aanzuigeffect is gebleven. Dus dat heeft veranderd ook de maatschappij. En ze heeft ook haar partij veranderd. Men verwijt haar wel eens binnen de Union dat ze de christendemocratie gesociaal-democratiseerd heeft. Hè? Dat ze de CDU-CSU meer naar links heeft doen opschuiven. En daar komt nu binnen haar eigen partij ook verzet tegen. Men wil meer het conservatieve waardenpatroon herontdekken. En daarom is het eigenlijk goed dat de Union nu in de oppositie zit om zichzelf te kunnen herbronnen. Hè? Want op het moment ligt ze eigenlijk in de lappenmand, ook ideologisch. Hè? Dus een herbronning is wel noodzakelijk. Ja, Duitsland is veranderd. Is eigenlijk, moeten we zeggen, meer naar links opgeschoven, maatschappelijk toch. Misschien economisch niet zozeer, want op sociaal vlak, zijn er nog veel dingen die de linkerzijde natuurlijk niet graag ziet. Maar op maatschappelijk, cultureel vlak zien we toch dat de linkerzijde in Duitsland gewonnen heeft, of de hegemonie bezit. En die culturele hegemonie, hè, om in de woorden van Gramsci te spreken, ja, die wordt nu natuurlijk nog kracht bijgezet door het feit dat diezelfde linkerzijde nu de politieke macht heeft op federale vlak. Hè. Dus ja, Duitsland wordt een meer links land. We zien dat op alle vlakken. Hè. Denk maar aan de gendersvragen. Hè. Dus de manier waarop de taal ook wordt veranderd. Hè. Dat men ja, met het gendersterretje werkt. Dat wil zeggen dat men woorden
zowel een soort vorm geeft waardoor iedereen zich inclusief aangesproken moet voelen. Dus dat, ja, dat geldt op alle vlakken. Duitsland wordt een meer links land. Boeiend om het allemaal te blijven volgen. Het zal de komende maanden nog wel duidelijk worden welke richting de nieuwe regering uitgaat. En dan zullen we daar waarschijnlijk nog wel op terugkomen. Meneer Rochtes, hartelijk dank dat u de tijd hebt genomen om toe te lichten hoe het er momenteel voor staat in Duitsland. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel om te luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.